Het is herfst. De blaadjes vallen van de bomen en er zijn wolken in de lucht. Nijntje speelt buiten met de bal. Plotseling begint het hard te regenen en Nijntje rent naar binnen. Als je buiten wilt spelen, Nijntje, doe dan je jas aan, zegt haar moeder. Nijntje trekt haar jas aan. Net als ze weer naar buiten wil gaan, wordt er op de deur geklopt. Het is Barbara Beer. Het regent niet meer, mevrouw Pluis. Mag Nijntje met me spelen? Dan kunnen we herfstblaadjes zoeken en gaan knutselen. Goed, Barbara. Maar misschien gaat het weer regenen, dus Nijntje moet wel haar jas aanhouden. Het is leuk om met Barbara mooie blaadjes te zoeken. Ze vinden gele blaadjes, rode blaadjes en bruine blaadjes. Hiermee kunnen we goed knutselen, zegt Barbara. Kijk, de zon schijnt weer en het wordt warm. Laten we onze jas aan deze tak ophangen, dan gaan we nog meer blaadjes zoeken. Al snel zitten hun mandjes vol met mooie blaadjes. Heb je ook dorst gekregen van al dat zoeken, Nijntje? Vraagt Barbara. Kom, we gaan naar mijn huis. Ik heb lekkere limonade. Ze gaan naar het huis van Barbara. Als ze hun limonade drinken, ziet Nijntje dat het buiten weer is gaan regenen. Help! Onze jassen, zegt Barbara. Ze hangen nog steeds buiten aan de tak. Ze worden nu helemaal nat. Maar wij worden ook helemaal nat als we ze nu gaan halen, zegt Nijntje. Maak je geen zorgen, Nijntje, zegt Barbara. Ik heb een grote paraplu waar we allebei onder passen. Onder de paraplu van Barbara lopen ze naar de boom met de jassen. De jassen zijn drijfnat. Ik kan mijn jas zo niet aantrekken, zegt Nijntje. Maar hoe moet ik nu naar huis? Zo wordt mijn jurk ook nog nat. Ik loop wel mee, zegt Barbara. Mijn paraplu houdt ons wel droog. Ze zijn nog helemaal droog als ze bij Nijntjes huis aankomen. Nijntje weet niet wat haar moeder zal zeggen nu ze zonder jas thuis komt. Maar als moeder Pluis de twee onder de paraplu ziet, is ze blij dat Nijntje zelf niet nat is geworden. Nijntje, waar is je jas? Het spijt me, maar mijn jas is helemaal nat geworden, zegt Nijntje. Ik heb hem aan een tak laten hangen. Het geeft niet, Nijntje, zegt moeder. Je kunt hem straks ophalen als het weer droog is. Dank je wel, Barbara, dat je Nijntje droog hebt gehouden onder je paraplu. Wil je een kopje thee? Ze drinken thee en daarna regent het nog steeds. Nijntje en Barbara kijken naar alle mooie blaadjes die ze hebben verzameld. Wat zullen we maken van onze blaadjes? Vraagt Nijntje. Het regent nog steeds, zegt Barbara. Zullen we een regenhoedje maken? Ja, zegt Nijntje. En ik kan een regencape maken. Al snel heeft Barbara een prachtige regenhoed en Nijntje een mooie cape. Ze rennen naar buiten en zijn verbaasd dat het niet meer regent. Kom, Nijntje. Nu de zon schijnt, kunnen we onze jassen gaan halen. Goed, zegt Nijntje. Maar laten we voor de zekerheid de paraplu, de nieuwe hoed en de nieuwe cape meenemen. Voor als het weer gaat regenen. Op een dag gaat de bel bij Nijntje thuis. Opa en oma komen op bezoek. Dag Nijntje, zegt oma Pluis. We komen even op bezoek, maar omdat het zulk mooi weer is, lijkt het opa en mij leuk om met jou naar het strand te gaan. Hoi, hoi, roept Nijntje. Ik ga met jullie mee. Wat een goed idee, zegt moeder Pluis. Ik zal boterhammen maken, zodat jullie kunnen picknicken. En jullie kunnen aan Nijntje vertellen hoe het strand vroeger was. Vader Pluis zegt, ik breng jullie naar het strand met de auto.
Daar gaan ze, in de auto van vader Pluis. Als ze aankomen, zegt opa Pluis... Toen wij jong waren, maakten we zandkastelen op het strand. Misschien kunnen we er vandaag ook een maken. Ja, zegt vader Pluis. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Laten we met z'n allen een zandkasteel bouwen. Ik heb het ook gedaan, zegt oma Pluis. Ik weet nog dat je nat zand moet gebruiken. Nijntje pakt haar emmer en loopt naar de zee. Ze schept nat zand in de emmer en neemt hem dan weer mee terug. Dat doet ze een paar keer. Want er is veel zand nodig om een mooi kasteel te maken. Wat een prachtig kasteel. Net als het kasteel af is, komt Nina voorbij. Zullen we met de bal spelen? Vraagt Nina. Ja, dat is goed, zegt Nijntje. Niet te ver gaan hoor, zegt vader Pluis. Anders verdwalen jullie. We verdwalen niet, vader, zegt Nijntje. Want we weten dat jullie bij het zandkasteel zitten. Nijntje en Nina rennen weg en schoppen tegen de bal. Ze zijn al snel een heel eind weg. Dan wordt het vloed en het water komt steeds hoger. Oh, zegt oma Pluis. Het water komt wel heel dicht bij ons zandkasteel. We kunnen beter wat hoger gaan zitten. Maar het water komt zo dichtbij dat het mooie zandkasteel wordt weggespoeld. Nijntje en Nina zijn moe en lopen terug. Waar is iedereen, Nijntje? Vraagt Nina. Ik zie ze niet. Maak je geen zorgen, Nina, zegt Nijntje. Ze zitten vlak bij ons zandkasteel. Maar als Nijntje om zich heen kijkt... ziet ze het zandkasteel niet meer. Ze weet niet dat de zee het heeft weggespoeld. Nijntje en Nina lopen langs het strand. Waar is het zandkasteel? Zegt Nijntje. Misschien zijn we toch verdwaald, Nina. Nijntje, Nina, hier zijn we. Het werd vloed en toen heeft de zee het zandkasteel weggespoeld. En Nijntje zegt... Het is maar goed dat onze huizen niet van zand zijn gemaakt. Gelukkig hebben ze elkaar toch weer gevonden. Nijntje gaat op bezoek bij tante Trein. Ze loopt door een veld met gekleurde bloemen en overal ziet ze vrolijk gekleurde vlinders. Maar kijk, wat loopt daar op de grond? Een kleine rups die een blaadje eet van een van die mooie bloemen. Waarom eet je blaadjes, kleine rups? Vraagt Nijntje. Ik neem je wel mee naar tante Trein. Ze heeft vast wel iets echt lekkers te eten voor je. Voorzichtig loopt ze met de rups naar tante Trein. Tante Trein staat in de tuin. Wat heb je daar, Nijntje? Vraagt ze. Dit is een stoute rups, zegt Nijntje. Hij eet blaadjes van een mooie bloem. Tante Trein lacht. Rupsen moeten blaadjes eten, Nijntje, zegt ze. Dat hebben ze nodig om te groeien en te veranderen. Veranderen? Vraagt Nijntje verbaasd. Ja, Nijntje, wacht maar af. Zegt tante Trein. Het is heel bijzonder. Het lijkt wel toveren. Nijntje is erg nieuwsgierig. Ze vraagt zich af hoe een rups nou kan veranderen. Tante Trein zet het rupsje voorzichtig naast een paar lekkere blaadjes.
Kom maar elke dag even naar het rupsje kijken, Nijntje, zegt ze. Dan kan je hem zelf blaadjes te eten geven en dan duurt het wachten minder lang. Nijntje is erg ongeduldig. Ze houdt van verrassingen en ze kan niet wachten tot haar volgende bezoek. Iedere dag komt Nijntje naar het huis van Tante Trijn en geeft ze de rups lekkere blaadjes. Maar ze ziet nog helemaal geen verandering. Je moet geduld hebben, Nijntje, zegt Tante Trijn. De verrassing komt echt nog wel. De volgende keer is Nijntje erg verdrietig. Want kijk, de rups heeft zich verstopt in een witte huls. Dat noem je een kokon, zegt Tante Trijn. Die heeft de rups zelf gemaakt. Hij slaapt daar binnenin. Volgende week zul je de verrassing zien. Nijntje kan haast niet wachten. De volgende week neemt ze haar vriendin Aagje mee. Ze kijken, maar er is niets gebeurd. De witte kokon is nog precies hetzelfde. Plotseling beweegt er iets. De kokon schudt, trilt en gaat plotseling open. Aagje en Nijntje buigen voorover. Ze zijn erg verbaasd. Uit de kokon komt niet een rups, maar iets anders. Wat is het? Het kruipt eruit en dan? Wat een verrassing! Ze zien vleugels. De rups is echt veranderd. Het is helemaal geen rups meer, roept Nijntje. Het is een vlinder. Je had gelijk, Tante Trijn. Dit lijkt wat toveren. De kleine hongerige rups is veranderd in een prachtige vlinder. De vlinder spreidt zijn nieuwe vleugels uit, alsof hij Nijntje en Aagje nog even gedag wil zeggen en vliegt dan weg. Op een dag, als moeder Pluis het ontbijt wil maken, ziet ze dat de worteltjes op zijn. Ze weet dat Nijntje dol is op wortels. Dat is gek. Ik dacht dat ik nog wortels had. Vanmorgen op de markt waren er ook geen wortels meer. Iemand heeft alle wortels gekocht. Nijntje weet wie er nog wel wortels heeft. Betje Big. Die heeft in haar tuin genoeg worteltjes. Wil jij naar Betje lopen en vragen of ze jou een paar lekkere wortels meegeeft? Als Nijntje aankomt, zit Betje te ontbijten. Ze eet net de laatste wortel uit haar tuin op. Mijn eigen wortels smaken zo lekker dat ik er niet vanaf kan blijven, zegt Betje. Ik had er nog veel meer moeten zaaien. Als ze opkijkt, ziet ze Nijntje aankomen. Goedemorgen, Nijntje. Dag, Betje, zegt Nijntje. Mag ik misschien een paar van die lekkere wortels uit je tuin? Betje vindt het jammer dat ze nu net de laatste wortel heeft opgegeten. Het spijt me, Nijntje, zegt ze. Ik heb helemaal geen wortels meer. En als ik nu een paar wortelzaadjes in de grond stop, dan duurt het nog weken voordat er nieuwe worteltjes zijn. Dan komt Tante Trijn langs. Ze draagt twee zware manden. Dag Nijntje, dag Betje. Ik heb vanochtend op de markt alle worteltjes gekocht die ik kon vinden. Want ik ga er iets speciaals mee doen. Ik nodig jullie uit voor een wortelmaaltijd. En neem jullie vriendjes ook mee, zegt Tante Trijn. En dan loopt ze weer verder. Nijntje en Betje kunnen bijna niet wachten tot het zover is. Daar komen Boris en Barbara voorbij. Nijntje en Betje vertellen dat Tante Trijn een lekkere wortelmaaltijd voor hen maakt. Wij houden niet zo van wortels, zegt Boris. Oh, maar je moet komen, zegt Nijntje. Mijn Tante Trijn maakt zulke lekkere dingen van wortels. De hele middag is Tante Trijn druk bezig in haar keuken.
Vlak voor het eten wil Boris gaan eten van een broodje. Boris, roept Barbara, wat doe je nu? Je weet toch dat we straks bij tante Trijn een wortelmaaltijd krijgen? Kom, het is tijd om te gaan. Ja, maar ik hou niet van wortels, zegt Boris. Het is ook niet mijn lievelingseten, zegt Barbara. Maar we gaan het gewoon proberen. Laat dat broodje liggen en ga mee. Als ze in de buurt van het huis van tante Trijn komen, ruikt het heerlijk. Dat ruikt lekker, zegt Barbara. Het zijn vast geen wortels, zegt Boris. Misschien kookt ze ook nog wat anders. Als iedereen er is, krijgen ze wortelsoep, wortelbrood, worteltaart en wortelsap. Probeer het maar, zegt tante Trijn. Boris en Barbara vinden het allemaal even lekker. En nu heb ik als toetje nog een wortelverrassing, lacht tante Trijn. Hoera, roept Boris. Wat een prachtig wortelfeest. Op weg naar huis zegt Boris tegen Barbara. Dat was lekker. Laten wij ook wortels in onze tuin planten. Nijntje houdt van mooie kleuren. Ze kijkt uit haar raam om te zien welke kleuren ze buiten kan ontdekken. Ze ziet de blauwe lucht en het groene gras. Ze ziet in de tuin rode bloemen en gele bloemen. Ze kijkt naar haar handen. Ik ben wit, zegt ze, en ik heb een blauwe jurk aan. Het is mooi dat er zoveel verschillende kleuren zijn, denkt ze. Dan gaat de bel. Het is Nina. Dag Nina, zegt Nijntje. Dag Nijntje, zegt Nina. Ik ga naar de speeltuin. Ga je mee? Ja, leuk, zegt Nijntje. En samen gaan ze er naartoe. Op weg naar de speeltuin komen ze langs het huis van Betje Big. Het huis van Betje is rood en heeft een groen dak. En er staan een paar mooie gele bloemen in de bak voor het raam. Daar komt Betje aan. Ze heeft een kruiwagen vol met verse oranje wortels. Dag Betje, zegt Nijntje. Dag Nijntje. Dag Nina, zegt Betje. Wat heb jij een mooi gekleurd huis, Betje, zegt Nina. Dank je wel, zegt Betje. Is het niet vrolijk? Ja, het is prachtig, zegt Nijntje. Nijntje en Nina zeggen Betje gedag en lopen verder. Als ze bij de speeltuin aankomen, gaan ze spelen op de gele schommel. Ze glijden van de blauwe glijbaan. En ze draaien rondjes op de rode draaimolen. Kijk Nina, wat een mooie kleuren overal, zegt Nijntje. Ja, zegt Nina, ik houd van veel kleur. En jij bent wit en ik ben bruin. We hebben ieder een andere kleur. We hebben een andere kleur, maar verder zijn we hetzelfde, zegt Nijntje. Ja, zegt Nina, we zijn twee konijntjes. Een witte en een bruine. De vriendinnen moeten erom lachen. Als je om je heen kijkt, zie je overal verschillende kleuren, zegt Nina. Ze zien een groene vogel en een blauwe en gekleurde vlinders.
Door de hele speeltuin staan vrolijk gekleurde bloemen. Maar als ze naar huis teruglopen, zien ze dikke wolken in de lucht. En de blauwe lucht wordt grijs. Ik ben bang dat het gaat regenen, zegt Nijntje. Laten we maar opschieten. Plotseling komt de zon weer tevoorschijn. En de twee vriendinnen zien in de lucht de allermooiste kleuren. Het is een regenboog, roept Nijntje uit. Zoveel mooie kleuren tegelijk hebben ze nog nooit gezien. Op een dag is Nijntje erg opgewonden. Oma en opa Pluis komen op bezoek en dat is altijd leuk. Opa heeft een groot pak meegenomen. Vader en moeder laten opa en oma binnen. Dag oma, dag opa. Ik ben zo blij om jullie te zien. Wij zijn ook blij om jullie te zien, zegt oma Pluis. En we hebben iets meegenomen voor Nijntje, zegt opa. Ik heb het speciaal voor haar gemaakt in mijn werkplaats. Wat is het? Vraagt Nijntje. Mag ik het nu openmaken? Nijntje pakt voorzichtig het cadeau uit. Het is een prachtige, felgekleurde houten step. Wat mooi, roept Nijntje. Met een klein mandje erop. Daar kan ik mijn bier in zetten. Dank je wel. Wat een mooi cadeau, opa. Nijntje wil meteen gaan steppen. Laten we naar de speeltuin gaan. Daar is genoeg ruimte, Nijntje, zegt vader Pluis. Ik ga met je mee. Nijntje kan al heel goed steppen, met haar beer voorop in het mandje. Vader Pluis moet hard rennen om haar bij te houden. Vind jij het ook zo leuk, beer? Vraagt Nijntje. En het lijkt alsof beer ja knikt. Als Nijntje en vader bij de speeltuin komen, is Nina daar aan het spelen. Dag Nina, zegt Nijntje. Dag Nijntje. Wat een mooie step, zegt Nina. Die heeft opa voor mij gemaakt in zijn werkplaats, zegt Nijntje. Wil je ook even steppen? Oh ja, Nijntje, graag, zegt Nina. Eerst moet je aan mijn beer vragen welke kant hij op wil. Ik denk dat hij een rondje door de speeltuin wil. Goed, zegt Nina. Zeg beer, zullen we een rondje door de speeltuin steppen? Dan breng ik je daarna weer veilig terug. Nijntje kijkt Nina na als zij wegstept. Ze kan bijna niet wachten tot Nina weer terug is. Ze vindt haar nieuwe step ook zo leuk. Daar is Nina alweer. Wat een mooie step, Nijntje, zegt Nina. Ik ga aan mijn vader vragen of hij ook een step voor mij wil maken. Dan kunnen we samen steppen. Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. En vrolijk stept ze weer naar huis. Opa Pluis vindt het fijn dat Nijntje de step zo leuk vindt. De volgende keer, als Nijntje en haar vader naar de speeltuin gaan, heeft Nina net zo'n mooie step als Nijntje. En Nina heeft haar beer ook meegenomen. Nijntje, Nina en de twee beren steppen samen de hele middag vrolijk door. Thank you.
Op een dag nodigt Betje Big Nijntje uit voor thee met koekjes. Nijntje vraagt aan haar moeder of ze mag gaan. Ja, natuurlijk, Nijntje, zegt moeder Pluis. Maar pas goed op met je step. Het is koud buiten en het kan glad worden als het gaat sneeuwen. Ik doe voorzichtig, moeder, zegt Nijntje. En ik zal ook wat van Betjes koekjes voor je meenemen. Nijntje stept naar Betjes huis. Ze komt veilig aan. Betje heeft heerlijke koekjes gebakken en thee gezet. Nijntje en Betje hebben een leuke middag samen. En Nijntje vergeet helemaal de tijd. Plotseling gaat de telefoon. Met Betje, zegt Betje. Het is je moeder, Nijntje, zegt Betje. Ze zegt dat je nu naar huis moet komen, want het gaat sneeuwen. Goed, zegt Nijntje. Ik vond het erg leuk, Betje. Maar dan ga ik nu naar huis. Nijntje trekt haar jas aan en doet haar sjaal om. Pas als ze Betje gedag wil zeggen, denkt ze aan de koekjes voor haar moeder. Mag ik een paar koekjes mee naar huis nemen voor mijn moeder? Vraagt ze aan Betje. Natuurlijk, Nijntje. En Betje stopt nog gauw een paar koekjes in een zakje. Ze legt de zak in het mandje van de step. Voorzichtig rijden, Nijntje, zegt ze. Net als Nijntje op weg gaat naar huis, begint het te sneeuwen. Nijntje stept voorzichtig verder. Er ligt al veel sneeuw en het wordt glad. En als ze van een heuvel naar beneden rijdt... Boem! Nijntje heeft geen pijn, maar ze gaat de rest van de weg niet meer steppen. Thuis maakt moeder Pluis zich al een beetje zorgen. Ik hoop dat er niets met Nijntje gebeurd is, denkt ze. Dan ziet ze Nijntje. Gelukkig. Ze doet snel de deur open. Lieve Nijntje, zegt moeder. Ik ben blij dat je bent gaan lopen met je step. Eerst reed ik op de step, zegt Nijntje. Maar toen gleed ik uit en viel ik. Daarna heb ik de rest van de weg gelopen. Ik heb gelukkig geen pijn. En ik heb ook nog lekkere koekjes van Betje voor je meegenomen. Nijntje kijkt in het zakje. Waar zijn de koekjes? Oh, zegt Nijntje. Toen ik viel, zijn alle koekjes gebroken. Nu zitten er alleen nog maar kruimels in het zakje. Op dat moment komt vader Pluis thuis. Dag allemaal, zegt hij. Wat een mooie sneeuw. Gaan jullie mee naar buiten? Dan gaan we sleeën. Ik niet hoor, zegt moeder Pluis. Het is veel te koud voor mij. Ik blijf liever in de warme keuken. Ik ga lekker verse koekjes bakken. Ze moeten allemaal lachen. En terwijl moeder Pluis verse koekjes bakt, gaan Nijntje en vader lekker sleeën. Op een mooie zomerdag vraagt Nijntje aan haar vader en moeder of haar vriendin Knorretje mag komen logeren. Ja hoor, zegt moeder. En omdat het zo warm is, mogen jullie in de tent in de tuin slapen. Dat is leuk, zegt Nijntje blij. Zal ik dan samen met jou naar Betje Big rijden om Knorretje op te halen? Vraagt vader. In vaders auto gaan ze op weg naar het huis van Betje. Hallo Betje, zegt vader Pluis. Nijntje wil Knorretje graag uitnodigen om vanavond te komen logeren. Als we even haar spullen inpakken, kan ik haar meteen meenemen. Al gauw rijden ze terug naar Nijntjes huis.
De twee meisjes vinden het spannend om in de tent te gaan slapen. Als ze aankomen bij het huis van Nijntje, heeft moeder de tent al opgezet. Het wordt vast leuk, Knorretje, zegt Nijntje. Ik hoop dat je niet bang bent in het donker. Niet als jij bij me bent, Nijntje, zegt Knorretje. 'S Avonds kruipen ze in hun slaapzak in de tent. Het is nu donker. Wat is dat voor geluid? Fluistert Knorretje. Ik ben bang. Dat zijn krekels, zegt Nijntje. Ze chirpen altijd 's nachts. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Wat is dat? Fluistert Knorretje, die nu echt bang is. Dat is de uil. Die zit altijd in onze boom 's nachts, fluistert Nijntje. Daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Maar Knorretje is nog steeds bang en ze zegt... Zullen we de tent morgen bij Betje Pig in de tuin zetten? Want ik ben niet bang voor de geluiden in haar tuin. De twee kleine vriendinnen kruipen dicht tegen elkaar aan en vallen eindelijk in slaap. Als het weer licht is, staan ze op. Daar komt moeder Pluis met het ontbijt. Hebben jullie lekker geslapen? Vraagt ze. Knorretje was wel een beetje bang voor alle geluiden in onze tuin, moeder, zegt Nijntje. We willen vanavond in de tent in de tuin van Betje slapen. 'S Avonds pakt vader Pluis de tent in en rijdt de twee meisjes naar het huis van Betje. Mogen we de tent vanavond in jouw tuin opzetten? Vraagt vader Pluis. Knorretje zal beter slapen in jouw tuin. En voor Nijntje maakt het niet uit, want die is niet bang voor nieuwe geluiden. Natuurlijk, zegt Betje. Later die avond liggen de twee vriendinnen in de tent in Betjes tuin. Knorretje voelt zich thuis en valt direct in slaap. Maar Nijntje niet. Ze hoort allemaal enge geluiden. Help, fluistert Nijntje. Ik ben bang. Wat is dat voor eng geluid? Wakker worden, Knorretje. Ik hoor een heel raar geluid. Dat heb ik nog nooit gehoord. Knorretje begint te lachen. Dat is mijn tante Betje. Ze snurkt altijd. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Nu moeten ze allebei lachen. Ze lachen totdat ze in slaap vallen. Nijntje heeft een hele lieve juf. Iedereen vindt haar lief. En ze is bijna jarig. Alle kinderen uit de klas willen iets voor de juf gaan maken. Nijntje en haar vriendinnen praten erover op het schoolplein. Zullen we een nieuwe jurk voor haar maken? Stelt Aagje voor. Dat is toch veel te moeilijk? Zegt Willemijn. En we weten ook haar maat niet. Waarom geven we geen grote doos met snoep? Ik hou heel veel van snoep, zegt Nina. Maar onze juf houdt veel meer van ijs, zegt Aagje. Iets lekkers is wel een goed idee, zegt Nijntje. Want juf houdt van lekker eten. Zullen we de klas in een restaurant gaan veranderen? Dat is een goed idee, zegt Nina. We spelen dat we kok zijn en ober. Wat gaan we dan koken? Vraagt Willemijn. Wortelsoep is lekker, zegt Nijntje. Mijn moeder helpt ons wel om het te maken. Ze maken nog wat plannen en spreken af wie wat gaat doen. Nijntje en haar moeder gaan aan de slag. Worteltjes snijden en dan de wortels koken. Ze maken een grote pan met heerlijke wortelsoep. De anderen maken schortjes voor de obers en mutsen voor de koks. Ze versieren borden voor in het restaurant.
Ze maken een menukaart met mooie tekeningen. En ze gaan het bureau van de juf versieren, net als in een echt restaurant. Eindelijk is het de dag van juf's verjaardag. Iedereen giechelt en fluistert. De juf vraagt zich al af wat er toch aan de hand is in de klas. Dan begint iedereen te zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. De juf is verrast. Wat lief dat jullie aan mijn verjaardag gedacht hebben, zegt ze blij. Ze is heel gelukkig. We hebben een speciale verrassing voor je, zegt Nina. Ja, we gaan een feestmaaltijd voor je maken, hier in de klas, zegt Nijntje. Ze leggen een prachtig tafelkleed op het bureau van de juf. Dan een kaarsje en de menukaart. Ze zetten de versierde borden neer, nog een glas water, een mes, een vork en een lepel. Wat spannend, zegt de juf. Het lijkt nu wel een mooi en bijzonder restaurant. Ik vind het erg leuk. Ze kijkt blij om zich heen. Maar ze vindt het niet zo leuk dat iedereen om haar heen staat en naar haar kijkt. Dus zegt ze: ik denk dat ik het nog leuker vind als alle koks en obers ook mee eten. Zullen we alle tafels uit de klas tegen elkaar aanzetten? Dan maken we één grote tafel. Als we samen eten, is het pas echt feest. De juf haalt nog meer kommen en lepels. Nu kunnen ze met z'n allen smullen. Er is genoeg heerlijke wortelsoep voor iedereen. Dit is wel een heel bijzondere verjaardag van de juf. Vandaag krijgt Nijntje op school les over de natuur. De juf zegt: de natuur bestaat uit grote dingen, zoals bomen en bergen. Maar de natuur bestaat ook uit kleine dingen die je overal kunt vinden, zelfs in je eigen tuin. Willen jullie morgen naar school allemaal iets meenemen uit de natuur? Iedereen in de klas is opgewonden en begint met elkaar te praten. Wat zullen ze nu eens meenemen? Als Nijntje thuis komt, ziet ze vader Pluis in de tuin. Vader, zegt ze, we moeten allemaal van de juf voor morgen iets meenemen uit de natuur. Wat zal ik meenemen? Kijk maar goed om je heen, Nijntje, zegt vader Pluis. Want ook alles hier in onze tuin is natuur. Nijntje kijkt en ziet een prachtige rode appel. Ze ziet vogels in de lucht. En een kleine worm die uit de grond kruipt. Op de grond liggen een paar prachtige stenen. En natuurlijk staan er overal bloemen. Ze weet gewoon niet wat ze moet kiezen. Waarom neem je morgenochtend geen lekkere rode appel mee, zegt vader. Dan laat je hem eerst in de klas zien en dan eet je hem daarna lekker op. Dat vindt Nijntje een goed idee. Maar net als zij de volgende morgen een appel wil plukken, gaat er een prachtige vlinder precies op haar arm zitten. Dat is het, fluistert Nijntje. Ik ga deze vlinder meenemen naar school. Ze loopt heel langzaam en voorzichtig naar school. Ze is heel rustig om de vlinder niet bang te maken. Goedemorgen, Snuffy, fluistert Nijntje. Je mag wel naast me lopen, maar je moet heel stil zijn, hoor. Snuffy kwispelt blij met haar staart. En blaft even. Nu
nu vliegt de vlinder weg. En Nijntje is erg verdrietig. Iedereen in de klas heeft iets meegebracht. Nina heeft een leeg vogelnestje meegenomen. En Willemijn mooi gekleurde bladeren. En Aagje heeft een prachtige steen. Ze hebben allemaal iets uit de natuur. En Nijntje? Nijntje heeft niets. Plotseling hoort ze Snuffy blaffen. Die staat nog buiten voor de school. En Nijntje krijgt een goed idee. Ze steekt haar hand omhoog. Juf, zegt ze. Ik heb ook iets meegenomen uit de natuur. Maar ik weet niet zeker of ik haar mee naar binnen mag nemen. Haar? Vraagt juf. Heb je een vriendin buiten staan? Ja, zegt Nijntje. Het is Snuffy. Want een hondje is toch ook een deel van de natuur? Iedereen lacht. Ook de juf. Ja, Nijntje, lacht ze. Je hebt gelijk. Snuffy is een mooi hondje en ze is ook een belangrijk deel van de natuur. Laat haar maar gauw binnen. Op een dag wordt Nijntje wakker gemaakt door haar moeder en die fluistert. Nijntje, opstaan. Vandaag is vader jarig. Zullen we samen een chocoladetaart voor hem bakken? Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. Vader is dol op chocoladetaart. En ik ook. Ik ga meehelpen. Mag ik dan ook de lepel aflikken? Ja hoor, Nijntje, zegt moeder. Ik heb alleen geen chocola meer in huis. En ook niet genoeg boter en meel. Wil jij naar Tante Trein gaan? Misschien kunnen we van haar wat lenen. Natuurlijk, moeder. Tante Trein bakt altijd taarten. Ze heeft die spullen zeker in huis. Moeder Pluis geeft Nijntje een mandje en zegt... Zal ik het voor je op een lijstje schrijven? Nee hoor, ik kan het wel onthouden. Chocola, boter en meel, zegt Nijntjes moeder. Ja, meel, zegt Nijntje. Dat wilde ik net zeggen. Goed, Nijntje, ga maar, zegt moeder Pluis. Maar onthoud, zonder meel kan je geen taart maken. Nijntje neemt het mandje en zegt hardop... Chocola, boter, meel. Chocola, boter, meel. Onderweg komt ze Betje Bicht tegen, die ook een mand bij zich heeft. Dag Nijntje, zegt Betje. Waar ga je naartoe? Chocola, boter, meel, zegt Nijntje. Je probeert je boodschappen te onthouden, zegt Betje. Ik ook. Ik ben onderweg naar de winkel. Ik moet onthouden dat ik vanille, room en meel koop. En ik ben onderweg naar Tante Trein. Ik moet chocola, room en meel halen, zegt Nijntje. Wat goed dat je alles nog onthouden hebt, zegt Betje. Vanille, room, meel. Vanille, room, meel. Vanille, room, meel. Dan ziet Nijntje Barbara Bier. Goedemorgen, Nijntje, zegt Barbara. Ik heb net boodschappen gedaan. En ik heb aardappelen, melk en suiker gekocht. Dat is grappig, zegt Nijntje. Ik ben onderweg naar Tante Trein om vanille, room en suiker te lenen. Vanille, room, suiker. Vanille, room, suiker. Vanille, room en suiker. Vanille, room, suiker. Dankjewel, Tante Trein, zegt Nijntje. Alsjeblieft, moeder, zegt Nijntje. Hier is de vanille, de room en de suiker. Zie je wel, ik heb alles onthouden. Nijntjes moeder lacht.
Weet je zeker dat je het goed hebt onthouden? Waar is de chocola? En de boter? En waar is het meel? Oh, zegt Nijntje. Wat erg! Ik was helemaal in de war. Nu kunnen we geen chocoladetaart maken voor vaders verjaardag. Het geeft niet, Nijntje, zegt moeder. Met vanille, room en suiker kunnen we heerlijk vanille-ijs maken. 'S Avonds aan tafel is het feest en vader Pluis zegt blij. Dit vanille-ijs is heerlijk. Wat een goed idee. Moeder knipoogt naar Nijntje en samen smullen ze van het verjaardagsijs. Het is herfst en Nijntje is op weg naar Boris en Barbara. Onderweg ziet ze prachtige gele, bruine en rode blaadjes. Wat mooi, denkt Nijntje. Ik ga er een paar in een lijstje doen om op te hangen. Ze zoekt een paar hele mooie blaadjes uit. Als ze bij Boris en Barbara aankomt, heeft ze een heel mandje vol. Dag Boris, dag Barbara, kijk eens wat ik heb. Mooie herfstblaadjes in allerlei kleuren. Ze legt de blaadjes voorzichtig op de tafel. Wil je mij helpen om lijstjes te maken hiervoor, Boris? Ja, natuurlijk, Nijntje, zegt Boris. Dan zijn het leuke cadeautjes. Ze gaan naar de werkplaats en zoeken mooi hout uit voor de lijstjes. Maar terwijl ze daar aan het werk zijn, blaast de wind een paar blaadjes weg. Oh, zegt Nijntje, waar zijn al mijn blaadjes gebleven? Dat is vreemd, zegt Barbara. Maar kijk, Nijntje, we hebben gelukkig nog 6 blaadjes over. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is nog genoeg, zegt Barbara. Maar terwijl ze de lijstjes afmaken, vliegt er een vogel naar binnen die nog een blaadje meeneemt. Kijk eens, zegt Barbara. We hadden nog 6 blaadjes over en nu hebben we er nog maar 5. Boris doet snel het raam dicht. We willen niet nog meer blaadjes verliezen. Ik heb 5 mooie lijstjes gemaakt, dus we hebben 5 blaadjes nodig. Gelukkig, zegt Nijntje. Dan hebben we precies genoeg. Ze doen de 5 blaadjes in de 5 lijstjes. Wat mooi, zegt Nijntje. Jullie krijgen er als eerste een. Dank je wel, Nijntje, zegt Boris. En hij hangt het lijstje aan de muur. Nu heb je nog 4 cadeautjes over. Nijntje stopt de 4 ingelijste blaadjes in een tas en loopt naar huis. Onderweg komt ze Betje Bicht tegen. Dag Nijntje, zegt Betje. Wat heb je bij je? Herfstcadeautjes, zegt Nijntje. Ik had mooie herfstblaadjes gevonden en Boris heeft er 5 lijstjes voor gemaakt. 1 heb ik aan Boris en Barbara gegeven, dus nu heb ik er nog 4 over. Wil jij er ook een hebben? Ja, graag, zegt Betje. Mag ik een rode? Natuurlijk, zegt Nijntje. Als jij deze neemt, heb ik er nog 3 over. Dank je wel, Nijntje, zegt Betje. Ik vind hem prachtig. Als Nijntje thuiskomt, zegt ze: Kijk, moeder. Kijk, vader. Ik had een paar mooie blaadjes gevonden en toen heeft Boris er lijstjes voor gemaakt. Jullie krijgen van mij allebei een herfstcadeautje. Vader en moeder zijn er erg blij mee en ze hangen de lijstjes meteen op. Nu heeft Nijntje nog 1 lijstje over. Die ga ik op een hele speciale plek ophangen, zegt Nijntje.
Nijntje en vader Pluis gaan een dagje naar het strand. Het waait vandaag erg hard. Samen trekken ze de kar, maar de wind blaast zo hard dat het toch heel zwaar is. Nijntje is er moe van geworden. En ze zegt: vader, zullen we hier onze tent opzetten? Goed, zegt vader Pluis. Maar omdat het nu zo hard waait, is het ook moeilijk om de tent op te zetten. Gelukkig lukt het ze samen en al snel staat de tent. Ze leggen alle spullen in de tent, zodat deze niet wegwaaien. Dat was hard werken, zegt Nijntje. Maar hier binnen is het wel gezellig. Ja, Nijntje, zegt vader Pluis. Ik vind dat we wel een koekje verdiend hebben. Laten we ze maar vlug opeten voordat alles onder het zand zit. Als de koekjes op zijn, gaan vader en Nijntje met de bal spelen. Maar het waait te hard. Help! Roept Nijntje. De wind blaast mijn bal in het water. Gelukkig kan vader Pluis de bal net op tijd stoppen. Het is geen weer om met de bal te spelen, zegt hij. Maar ik heb een idee. Als het hard waait, kun je wel goed vliegeren. Nijntje haalt haar mooie rode vlieger uit de tent. Luister, Nijntje, zegt vader Pluis. Ik hou de vlieger omhoog en jij houdt het touw vast. Zodra de wind tegen de vlieger blaast, laat ik hem los. En als jij dan het touw goed vasthoudt, gaat de vlieger vanzelf omhoog, de lucht in. Bij de eerste sterke windvlaag laat vader de vlieger los. Hij vliegt omhoog. De rode vlieger staat prachtig in de blauwe lucht. De wind is erg sterk en de vlieger danst in de lucht. Van de ene naar de andere kant. Nijntje kan het touw bijna niet vasthouden. Ze is bang dat de wind haar meeneemt, ook de lucht in. Goed vasthouden, Nijntje, roept vader. Ik kom je helpen. Maar hij is te laat. De vlieger stort neer op de grond en hij gaat stuk. Oh nee, roept Nijntje. Nu is mijn mooie vlieger helemaal kapot. Vader Pluis zegt: niet huilen, Nijntje. De wind is echt te sterk vandaag. Het is jammer, maar ik denk dat we beter naar huis kunnen gaan. Voorzichtig vouwen ze de tent op en brengen ze de spullen met de kar naar de auto. Nijntje zit met haar kapotte vlieger op schoot. Ze huilt niet meer, maar ze is nog wel verdrietig. Na een bordje warme soep van moeder Pluis gaat Nijntje naar bed. Ze is erg moe na haar grote avontuur op het strand. Moeder Pluis zegt tegen vader: denk je dat je de vlieger nog kunt maken? Ik ga het proberen. En de volgende ochtend, als Nijntje wakker wordt, is ze heel erg verbaasd. Want wat ligt er op haar bed? Haar mooie rode vlieger, zo goed als nieuw. Wat heb ik toch een knappe vader, denkt ze. Op een morgen ligt Nijntje nog lekker te slapen in haar bed. Ze heeft net een mooie droom als moeder Pluis ineens haar kamer inkomt. Nijntje, Nijntje, opstaan. We hebben ons verslapen. Straks kom je nog te laat op school. Nijntje zit van schrik rechtop in bed. Ze kijkt op haar wekker. Het is echt laat. Nijntje loopt snel naar haar kast. Wat zal ik aandoen, moeder? Vraagt ze. Trek maar iets aan, zegt moeder. Als je het maar snel doet, zodat je niet te laat op school komt. Nijntje kiest haar gele jurk.
kom je ontbijten, Nijntje? Roept moeder. Ik heb al wortels en tomaten voor je klaargezet. Maar als Nijntje de keuken binnenloopt, roept moeder verbaasd. Nijntje, je hebt een grote vlek op je jurk. Ja, maar als ik nu nog iets anders aan moet doen, kom ik helemaal te laat, zegt Nijntje. Doe het toch maar, zegt moeder, want je moet wel met schone kleren naar school. Je ziet het, als je haast hebt, gaat alles fout. Nijntje trekt gauw een schone jurk aan. Nu moet ik echt rennen, zegt ze. Wacht even, Nijntje, roept haar moeder. Je bent je broodtrommel vergeten. Maar net als Nijntje op weg is, herinnert ze zich dat ze een lekkere rode appel uit de tuin aan de juf heeft beloofd. Misschien komt ze nu wel helemaal te laat. Maar ze rent toch terug om de appel te plukken. Maar de appel hangt erg hoog en ze kan er niet bij. Moeder, roept ze, kun je alsjeblieft een appel voor me plukken? Ik heb de juf beloofd dat ik er een mee zou nemen. Nijntje toch, zegt moeder Pluis. Zo kom je steeds later. Ze plukt toch een appel en Nijntje rent weg. Ze rent en rent de hele weg naar school. Oh, ik ben te laat, roept ze. Maar de deur gaat niet open. Hij zit op slot. Nijntje kijkt rond op het schoolplein. Dat is leeg. En ze ziet ook niet één step. Ineens ziet ze haar moeder met de auto. Nijntje, roept moeder Pluis. We waren ons zo aan het haasten dat we helemaal vergeten zijn dat het een vrije dag is. Je bent niet te laat. Er is helemaal geen school vandaag. Nijntje moet hard lachen. Zie je wel, zegt moeder Pluis. Als je haast hebt, dan gaat alles verkeerd. Maar niet alles, zegt Nijntje. Nu heb ik zelf een lekkere rode appel om op te eten. En morgen pluk ik een nieuwe voor de juf. Nijntje rijdt met moeder terug naar huis en geniet van haar vrije dag. Op een dag kijken Boris en Barbara naar Snuffy, die voor hun huis aan het rennen en aan het spelen is. Snuffy heeft het erg naar haar zin, zegt Barbara. Wat is het toch een vrolijk hondje. Snuffy kwispelt nog even met haar staart en rent dan weg. Ze rent vrolijk blaffend het bos in naar het huis van Betje Big. Onderweg komt ze Nina tegen, die op de step naar school gaat. Dag Snuffy, zegt Nina. Jij rent nog harder dan ik kan steppen. Wat ben je toch een snel hondje. Snuffy rent een rondje om de step van Nina. Daarna blaft ze vrolijk en rent er weer vandoor. Verder op weg naar het huis van Betje. Goedemorgen, Snuffy, zegt Betje. Wat ben jij weer vrolijk vandaag. Ik wou dat ik zoveel energie had als jij, Snuffy. Snuffy vindt het leuk om te rennen en te springen. En al snel rent ze er weer vandoor. Nu gaat ze naar het huis van Nijntje. Maar Nijntje is niet thuis.
Snuffy rent een rondje om het huis van Nijntje. Maar ze kan haar niet vinden. Snuffy is moe geworden van al dat rennen. Ze gaat in de tuin liggen en valt in slaap. Als Nijntje thuiskomt van school, ziet ze Snuffy liggen. Snuffy ligt helemaal stil. Nijntje maakt zich een beetje zorgen. Snuffy, Snuffy, roept ze. Maar Snuffy blijft gewoon liggen. Dan komt Betje Big voorbij. O, Betje, Snuffy ligt zo stil. Ik ben bang dat ze ziek is. Dat is vreemd, zegt Betje. Vanochtend rende ze nog vrolijk rond in mijn tuin en was er niets aan de hand. Maar kijk eens hoe stil ze nu ligt. Ze is vast ziek. Dan komt Nina voorbij op haar step. Kijk, Nina, zegt Nijntje. Volgens mij is Snuffy ziek. Ze ligt zo stil en ze beweegt helemaal niet. Vanmorgen bewoog ze juist nog wel, hoor, toen ik haar tegenkwam. Op dat moment komen Boris en Barbara langs met een tas vol boodschappen. Dag Nijntje, zegt Barbara. Waarom kijk je zo verdrietig? Ik maak me zorgen om Snuffy, zegt Nijntje. Ze ligt daar zo stil. Ik ben bang dat ze ziek is. Maar dan doet Snuffy haar ogen open en... ze snuft. Kijk, zegt Boris. Snuffy ruikt het eten in onze tas. Ze was gewoon erg moe, Nijntje. Maar nu ze lekker eten ruikt, is ze meteen wakker. Hier heb je een koekje, Snuffy, zegt Barbara. Nu ze even heeft geslapen en een koekje heeft gegeten, is Snuffy weer helemaal fit. Nijntje is blij als ze ziet dat er echt niets met Snuffy aan de hand is. Betje Big is aan het werk in haar tuin. Er is veel te doen. De tuin ligt vol met blaadjes. Betjes nichtje, Knorretje, leest een boek. Knorretje, kun je me komen helpen alsjeblieft? Vraagt Betje. O, Betje, zegt Knorretje. Ik ben zo moe. Hoe kun je nou moe zijn? Vraagt Betje. Je hebt nog helemaal niets gedaan vandaag, behalve dat boek lezen. Je kunt me toch best even helpen? Wil jij deze blaadjes op een hoop harken? Knorretje begint de blaadjes te harken. Maar het is zwaar werk. Ze hijgt en puft en ze gaat al snel weer zitten. Je moet het werk wel afmaken, Knorretje, zegt Betje. We moeten vandaag alle blaadjes opruimen. Maar er zijn te veel blaadjes en het is zo zwaar, zegt Knorretje. Dan komt Nijntje voorbij. Kan ik helpen? Vraagt Nijntje. Ik zie dat jullie veel werk te doen hebben. O, zegt Knorretje. Het zou fijn zijn als jij ons helpt. Ja, graag, zegt Betje. Knorretje zegt dat ze een beetje moe is vandaag. Misschien vindt ze het wel leuk om het werk samen te doen. Ik vind het leuk om blaadjes te harken, zegt Nijntje. Ze maken zo'n grappig, knisperend geluid. Samen harken Nijntje en Knorretje de blaadjes. En de berg wordt hoger en hoger. Weet je wat ook leuk is, zegt Nijntje? Om boven op de berg met blaadjes te springen en erin te zakken. Ik zal het je laten zien. O, zegt Knorretje.
Nu moeten we alle blaadjes weer bij elkaar harken. Maar het is wel heel leuk, zegt Nijntje. Ik zal ze weer bij elkaar harken. En dan kan jij er deze keer inspringen. Nou, goed dan, zegt Knorretje. Is het echt leuk? Probeer het maar, zegt Nijntje. Knorretje moet hard lachen. Je hebt gelijk, Nijntje, zegt Knorretje. Het is echt leuk. En al snel zijn Nijntje en Knorretje om de beurt. Aan het harken, aan het rennen en in de blaadjes aan het springen. Dan gaat de telefoon. Betje gaat naar binnen om hem op te nemen. Als ze terugkomt, zegt ze: dat was je moeder, Nijntje. Ze vraagt of je thuis komt om het gras te harken. Oh, zegt Knorretje. Mag ik mee om te helpen, Betje? En Betje zegt: maar ik dacht dat jij zo moe was, Knorretje. Ja, dat was ik ook, maar nu niet meer, zegt Knorretje. En ze gaat mee om Nijntje te helpen. Want blaadjes harken is heel erg leuk. Op de eerste schooldag zegt Nijntjes juf: vandaag planten we zaadjes in de bloempotten op de vensterbank. Dan kunnen we elke dag zien hoe de zaadjes mooie bloemen worden. Nijntje is erg verbaasd als ze van de juf een klein zwart zaadje krijgt. Hoe kan een klein zwart zaadje een mooie bloem worden? Dat is het wonder van de natuur, zegt de juf. Alles wat leeft begint als iets kleins. In dit zaadje zit alles wat ervoor nodig is om een mooie bloem te worden. Als we het in de grond stoppen en het water geven, kan het groeien. Elke dag kijkt Nijntje naar haar bloempot. Eerst ziet ze iets groens uit de zwarte aarde omhoog komen. Dan komen er kleine blaadjes aan. Na een paar weken ziet ze een gekleurd bloemknopje. En nog een paar dagen later barst het knopje open en is het een mooie bloem geworden. Zou uit alles wat je in de grond stopt iets moois groeien? Vraagt Nijntje zich af. 'S Avonds helpt Nijntje haar moeder met de afwas. Ze vertelt haar over het wonder van het kleine zaadje dat een mooie bloem werd. Weet je, Nijntje, zegt moeder Pluis, morgen gaat vader ook zaadjes planten. En dan kun je de bloemen zien groeien in onze eigen tuin. Nijntje is zo opgewonden dat ze een beker laat vallen. De beker ligt in scherven op de grond. Oh nee, zegt Nijntje. Het spijt me, moeder. Nu is de beker kapot. Ze begint te huilen. Maar moeder Pluis zegt: niet huilen, lieve Nijntje. Ik weet toch dat het per ongeluk was? De volgende dag denkt Nijntje: als er een mooie bloem uit een klein zaadje kan groeien, misschien kan er dan wel een nieuwe beker groeien uit een scherf. Wanneer vader de zaadjes in de tuin aan het planten is, vraagt Nijntje: als ik een scherf van een beker in de grond stop, groeit er dan een nieuwe beker uit? Ik denk het niet, Nijntje, zegt vader Pluis. Maar je kunt het wel proberen. Nijntje gaat elke dag in de tuin kijken. Ze hoopt dat er een nieuwe beker groeit. Langzaam komen de bloemen uit. Maar er groeit geen beker. Nijntjes vader en moeder zien dat Nijntje erg teleurgesteld is. Vader Pluis heeft een idee. Als hij die avond thuiskomt, heeft hij een nieuwe beker gekocht. En terwijl Nijntje slaapt, verstopt hij de nieuwe beker op de plek waar Nijntje de scherf in de grond heeft gedaan.
De volgende ochtend zegt vader: Nijntje, ik geloof dat er echt iets groeit op de plek waar jij het stukje van de beker hebt geplant. Nijntje rent zo snel als ze kan naar buiten. En ja hoor, er steekt een geel oortje van een beker uit de grond. Nijntje trekt de beker uit de grond. Hoe kan dat nou? Zegt ze. Ik dacht dat alleen levende dingen konden groeien. Vader en moeder lachen. En vader Pluis zegt: Ja, Nijntje, dat is waar. Ik heb een nieuwe beker gekocht en hem in de grond gestopt. Voor de grap. En dan moeten ze allemaal lachen. Op een morgen leest vader Pluis de krant. Mag Snuffy een keer bij ons komen logeren? Vraagt Nijntje. Dat zou leuk zijn, zegt vader Pluis. Maar dan moeten we eerst een hondenhok voor haar maken. Boris Beer heeft een heleboel hout, zegt Nijntje. Ik ga naar hem toe op mijn step en dan vraag ik of we van hem hout mogen voor een hondenhok. Nijntje stapt op haar step en gaat naar het bos waar Boris en Barbara wonen. Als ze daar aankomt, vertelt ze Boris dat ze graag een hondenhok voor Snuffy willen maken. Boris zegt: Wat een leuk idee. Natuurlijk zal ik je wat hout geven, maar ik zal ook alles op maat voor je zagen. Dan kan je het thuis zo in elkaar zetten en vasttimmeren. Dat is aardig van je, Boris, zegt Nijntje. En lekker makkelijk voor ons. Boris pakt een paar houten planken. Hij meet ze netjes af en hij zaagt ze precies op de goede maat en in de juiste vorm, zodat ze samen een mooi hondenhok kunnen vormen. Dank je wel, Boris, zegt Nijntje. Nijntje rijdt op haar step naar huis. Ze vertelt haar vader wat Boris heeft gedaan. Dat is erg aardig van Boris. Maar hij kan al die houten planken nooit in zijn eentje naar ons huis dragen. We halen ze wel op met de auto. Vader Pluis en Boris leggen voorzichtig alle delen van het hondenhok op de achterbank van de auto. Vader Pluis bedankt Boris en rijdt dan samen met Nijntje naar huis. Als ze thuiskomen, legt vader Pluis alle delen in de tuin. Eens kijken, zegt vader Pluis. Dit stuk is volgens mij van het dak. En dit is volgens mij een zijkant, zegt Nijntje. Eén voor één zetten ze de stukken van het hondenhok in elkaar. Het ziet er wel een beetje raar uit, zegt vader Pluis. Er is helemaal geen opening om naar binnen te komen. Maar, zegt Nijntje, er zit wel een groot gat in het dak. Ik denk dat we het verkeerd hebben gedaan, zegt vader. We hebben een tekening nodig van Boris. Op dat moment komt Boris eraan. Ik dacht al dat ik jullie beter even kon komen helpen, zegt hij. Ik wist niet zeker of jullie het hondenhok wel zelf in elkaar konden zetten. Boris is een slimme beer. Snel maakt hij alle planken weer los. Hij zet ze op een andere manier in elkaar. En kijk, daar staat een gezellig hondenhok voor Snuffy. Ze moeten allemaal lachen als ze zien hoe makkelijk het eigenlijk is. Daar komt Snuffy aan. Kijk, Snuffy, een klein huisje speciaal voor jou, zegt Nijntje. Snuffy vindt haar nieuwe hondenhok prachtig en ze blijft graag bij Nijntje logeren.
een dag heeft moeder Pluis lekkere koekjes gebakken. Oh, dat ruikt lekker, zegt Nijntje. En wat zijn er veel, moeder? Misschien kan ik er een paar naar Boris en Barbara Beer brengen. Zij houden ook van koekjes. Dat is een goed idee, Nijntje, zegt moeder Pluis. Ik zal er een paar in een papieren zak doen, zodat je ze op de step naar Boris en Barbara kan brengen. Nijntje doet de zak met koekjes in het mandje van haar step en gaat op weg naar het bos waar Boris en Barbara wonen. Plotseling hoort ze blaffen. Snuffy rent achter haar aan. Goedemorgen, Snuffy, zegt Nijntje. Ga je mee naar Boris en Barbara? En samen gaan ze verder door het bos. Maar de grond in het bos is erg hobbelig. Snuffy heeft er geen last van. Ze rent vrolijk door, veel sneller dan Nijntje. Nijntje moet voorzichtig steppen. Als ze over een grote hobbel gaat, merkt ze niet dat de zak met koekjes uit haar mandje valt. Als Nijntje bij het huis van Boris en Barbara aankomt, is Snuffy er al. Nijntje wil haar cadeautje aan Barbara geven, maar merkt dan dat het weg is. Ik had lekkere verse koekjes bij me, zegt ze tegen Barbara. Maar ik ben ze ergens in het bos verloren. Het geeft niet, zegt Barbara. Ik heb ook koekjes gebakken, dus we kunnen nog steeds een klein feestje vieren. En dat doen ze. Als het tijd is voor Nijntje om naar huis te gaan, kan ze Snuffy niet vinden. Ik kan niet zonder Snuffy naar huis, zegt Nijntje. Misschien is ze verdwaald. Maak je geen zorgen om Snuffy, zegt Boris. Alle honden weten de weg naar huis. Dus gaat Nijntje alleen naar huis op de step. Maar ze blijft zich zorgen maken. Snuffy, Snuffy, roept ze. Waar ben je? Ze rijdt nog een stukje verder. En dan roept ze opnieuw. Snuffy, Snuffy, waar ben je? Nijntje wordt nu toch een beetje bezorgd. Snuffy, 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 Snuffy. Dan ziet Nijntje opeens de zak waarin haar moeder de koekjes had gedaan. Oh, zegt ze, gelukkig heb ik wel de koekjes gevonden. Maar als ze de zak oppakt, is hij leeg. Er zitten geen koekjes meer in. Dan hoort ze een vreemd geluid van achter een boom. Ze gaat kijken wat het is. Daar ligt Snuffy. Lekker te slapen, met nog een paar kruimeltjes naast haar op de grond. Oh, daar ben je, Snuffy, zegt Nijntje. Ik kan wel zien dat jij zelf ook een leuk feestje hebt gevierd op weg naar huis. Op een mooie zonnige dag, zegt Nijntjes juf tegen de klas. Morgen gaan we alles over de seizoenen leren. Lente, zomer, herfst en winter. Na schooltijd rijden Nijntje en Nina op de step naar huis. Ze genieten van het mooie weer. Maar plotseling komen er wolken en begint het te regenen. Omdat ze geen paraplu bij zich hebben, schuilen ze onder een boom. De regen duurt gelukkig maar even. En al snel kunnen ze weer verder. Maar dan gaat
het opeens hard waaien. Het is moeilijk om te steppen met zulke harde wind. Nijntje zegt: onze kleren zijn niet warm genoeg voor deze koude wind, Nina. We moeten zo snel mogelijk naar huis. En net als ze bij Nijntjes huis zijn, begint het opnieuw te regenen. Maar het is zo koud dat de regen in sneeuw verandert. Nijntje en Nina zijn blij dat ze nu lekker warm binnen zitten. Ze zijn verbaasd dat het weer zo snel kan veranderen. De volgende dag op school vertelt de juf: elk jaar heeft 4 seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. Op dit plaatje is het lente, zegt ze. Wat gebeurt er in de lente? Aagje steekt haar hand op. In de lente gaan de bloemen bloeien, zegt ze. Willemijn zegt: ja, omdat het warmer wordt, begint alles te groeien in de lente. Dat klopt, zegt de juf. En wat gebeurt er in de zomer? Nu steekt Nina haar hand op en ze zegt: in de zomer is het lekker warm. Dat vind ik fijn, want dan kan ik gaan zwemmen. Nina vindt het leuk om op het strand te spelen. Ja, zegt de juf. De zomer is het warmste seizoen van het jaar. En na de zomer komt de herfst. Wat denken jullie dat er dan gebeurt? Nijntje zegt: in de herfst waait de wind, het wordt kouder en alle blaadjes vallen van de bomen. Zo weet iedereen dat de winter eraan komt. Heel goed, zegt de juf. En wat gebeurt er in de winter? Nijntje zegt: dan moet ik mijn warme kleren aan, want dan wordt het heel koud. En soms gaat het sneeuwen. Knap hoor. Jullie zijn allemaal heel slim, zegt de juf. Na schooltijd vraagt Nijntje aan Nina: welk seizoen is het nu? Nina moet lachen. Ik denk dat het nu alle seizoenen tegelijk is. Gisteren was het eerst zonnig. Daarna ging het regenen en toen ook nog sneeuwen. Ja, zegt Nijntje. We hadden alle seizoenen van het hele jaar in één dag. En daar moeten ze samen hard om lachen. Wat heb jij toch veel gereedschap, opa? Zegt Nijntje. In opa's werkplaats hangen hamers, een zaag en nog veel meer gereedschap. Wil je me laten zien hoe ik iets kan maken met gereedschap, opa? Vraagt Nijntje. Oma Pluis is verbaasd. Ik dacht dat je met mij een taart zou bakken vandaag, zegt ze. Er zijn zoveel leuke dingen te doen als Nijntje bij haar opa en oma op bezoek is, dat ze niet kan kiezen wat ze eerst zal doen. Oma kan je leren hoe je iets moet bakken in de keuken, zegt opa. En ik zal je leren hoe je iets kunt maken met gereedschap. Eigenlijk is het hetzelfde, zegt oma Pluis. Of je nu zelf een taart bakt of een boekenkast maakt. Je moet leren om bepaalde dingen bij elkaar te doen. Ik weet het al, zegt Nijntje. Ik bak een taart. En ik maak een houten doos om de taart in te doen. Wat een goed idee, zegt opa Pluis. Ga eerst de taart maar bakken, dan weten we ook hoe groot we de doos moeten maken. En dan neem ik alles straks mee naar huis, zegt Nijntje. Nijntje gaat met oma naar de keuken. Ze zet alles wat ze nodig heeft om een taart te maken op tafel. Eerst meten we precies genoeg bloem af en zeven die boven een grote schaal, zegt oma Pluis.
Daarna pakken we precies genoeg eieren, melk, suiker en chocoladepoeder. En dan roeren we alles in de juiste volgorde door elkaar. Nijntje gebruikt speciale maatbekers om precies genoeg van alles te krijgen. Het staat allemaal in het kookboek van oma. Nu alles door elkaar roeren en het beslag is klaar. Nijntje doet het beslag in een ronde bakvorm. Ze meet de bakvorm nog even met de liniaal van oma en dan gaat de taart in de hete oven. Nu is het tijd om de doos voor de taart te maken. Ze vertelt opa precies hoe groot de taart wordt. En opa laat haar zien hoe ze met dezelfde liniaal het hout kan meten voor de doos. Nijntje zet een streep op het hout op de goede plek. En ze gebruikt een van opa's klemmen om het hout vast te zetten op de werkbank. Door de klem blijft het hout stevig op zijn plaats, zodat opa de planken kan zagen. Nijntje vindt het leuk om opa te zien zagen. Heen en weer en heen en weer, totdat het hout doormidden is. Nu heeft Nijntje stukken hout voor de bovenkant en de onderkant van de doos en ook voor de vier zijkanten. Ze pakt een hamer en wat spijkers en samen met opa timmert ze de doos in elkaar. Als de doos klaar is, ruikt Nijntje iets heel lekkers. De taart is klaar, roept oma Pluis uit de keuken. De baktijd is om. Wat een mooie taart. En wat ruikt het lekker als oma hem uit de oven haalt. Kijk, zegt opa Pluis. Hij past precies. Als Nijntje later thuis komt, is ze erg trots. Ze heeft geleerd dat je door de juiste dingen bij elkaar te doen en heel precies te werken, je een lekkere taart kunt bakken en een prachtige doos kunt maken. En vader en moeder Pluis, die zijn ook erg trots op Nijntje. Ik heb een verrassing voor je, moeder, zegt Nijntje. Het is een hele leuke verrassing. Wil je weten waar ik hem verstopt heb? Eens denken. Ik denk dat je hem in je kamer verstopt hebt, zegt moeder Pluis. Ze gaan naar Nijntjes kamer. Is je verrassing hier? Vraagt moeder. Nijntje lacht. Nee hoor, zegt ze. Zegt moeder Pluis. Misschien hier? Nee hoor, zegt Nijntje. Ik heb de verrassing niet in mijn kamer verstopt. Misschien in de keuken, zegt moeder Pluis. Laten we gaan kijken. Nijntjes moeder kijkt in de keukenkast. Ze zoekt overal in de keuken. Nijntje maakt een dansje en lacht. Nee hoor, hier is hij ook niet. Laten we dan eens in de tuin kijken, zegt moeder Pluis. Ze gaan naar buiten. Nijntjes moeder zoekt overal in de tuin. Ik zie hier niets vreemds, zegt ze. Mijn verrassing is niet buiten, zegt Nijntje. Ze heeft veel plezier met haar moeder. Daar is Snuffy. Ze blaft vrolijk als ze Nijntje ziet. Nou, zegt moeder Pluis. Waar is je verrassing? Als hij niet in je kamer is en niet in de keuken en niet in de tuin, waar kan hij dan zijn? Nijntje zegt,
Ik heb hem binnen verstopt. Kom maar mee. Eindelijk verklapt Nijntje. De verrassing zit in mijn schooltas. Maar waar is haar schooltas? Oh, zegt Nijntje. In mijn schooltas zit een tekening die ik voor vader gemaakt heb. Ik wilde als verrassing de tekening onder zijn kussen leggen. Maar nu is mijn tas kwijt. Dan begint Snuffy te blaffen. Ze heeft Nijntje's schooltas gevonden. Gelukkig, zegt Nijntje's moeder. Je hebt hem vast verloren op weg naar huis. Laat je tekening maar eens zien. Wat een mooie, zegt moeder Pluis. Je vader zal blij zijn. Het is zo leuk om iemand te verrassen, zegt Nijntje. Dank je wel voor het terugvinden, Snuffy. Nijntje leest een sprookje over een goede fee die 3 wensen aan iemand geeft. Ze denkt na wat zij zou doen als zij eens 3 wensen cadeau kreeg. Mijn eerste wens zou zijn dat mijn vader en moeder altijd van me blijven houden. Maar ze weet wel dat haar vader en moeder altijd van haar blijven houden. Dus probeert ze een andere wens te bedenken. Nijntje gaat een eindje lopen. Ze kan vast beter nadenken als ze loopt. Daar is Snuffy en die is erg blij om Nijntje te zien. Ga je mee, Snuffy? Vraagt Nijntje. Een eindje verder komen ze Aagje tegen. Haar arm zit in het verband. Hallo Aagje, zegt Nijntje. Wat is er met je arm gebeurd? Ik ben gevallen met rolschaatsen, zegt Aagje. En toen heb ik mijn arm bezeerd. Ik wens dat je arm snel beter wordt, zegt Nijntje. Dank je wel, Nijntje, zegt Aagje. Dat is Nijntjes eerste wens. Als mijn wens uitkomt, dan is Aagjes arm morgen beter, denkt Nijntje. En vrolijk zwaait ze naar haar vriendin. Nijntje en Snuffy lopen nu naar het bos. Het begint te regenen. En Nijntje heeft geen paraplu meegenomen. Oh nee, zegt Nijntje. Ik wens dat het nooit meer regent en dat de zon altijd schijnt. Ze is verbaasd als het stopt met regenen en de zon gaat schijnen. Ik heb mijn tweede wens niet goed gebruikt, zegt Nijntje. Als er alleen zon is en geen regen, dan kunnen de bomen niet groeien. Nu heeft ze nog maar 1 wens over. Mijn laatste wens moet iets heel speciaals zijn, zegt Nijntje tegen Snuffy. Nijntje dekt hard na. Ze kijkt rond en probeert een hele goede wens te verzinnen. Ze loopt door een veld vol met bloemen. Nijntje denkt aan haar moeder en ze wil wat bloemen plukken om mee te nemen. Mijn moeder houdt het meeste van gele bloemen, zegt ze tegen Snuffy. Ik zie een heleboel rode bloemen en een heleboel blauwe bloemen. Zal ik mijn laatste wens gebruiken om gele bloemen te wensen? Maar iets verderop ziet ze een heel veld vol met mooie gele bloemen. Nu kan ik mijn laatste wens nog voor iets anders bewaren, zegt Nijntje. Ik wens een ijsje. Nijntje plukt een mooie bos bloemen voor haar moeder. Het is fijn om 3 wensen te hebben, zegt Nijntje als ze naar huis loopt.
Moeder Pluis is heel blij met een mooie bos gele bloemen. O Nijntje, zegt ze, wat een mooie bloemen. En de kleur vind ik ook zo mooi. Ik heb mijn laatste wens voor een lekker ijsje bewaard, zegt Nijntje. Weet je wat ik wens? Ik wens dat mijn kleine Nijntje altijd zo lief blijft als ze nu is. En ze geeft Nijntje een dikke knuffel. Dan gaat moeder naar de keuken. Ze haalt voor Snuffy een kom met lekker vers water. En voor Nijntje een ijsje. Het schooljaar is afgelopen en de grote vakantie begint. Nijntje en haar vader en moeder gaan op vakantie. Nijntje kijkt op de kaart om te zien waar ze naartoe gaan. Vorig jaar gingen ze op vakantie naar de zee. Dit jaar gaan ze naar de bergen. Moeder Pluis zegt, we moeten ook warme kleren inpakken. Waarom? Vraagt Nijntje. Het is toch zomer? Dat zul je wel merken, Nijntje. Het is een verrassing. Vader Pluis maakt de auto klaar voor de lange reis door de bergen. En daar gaan ze. Over mooie heuvels. Door het bos. En omhoog de bergen in. Nijntje merkt dat het steeds kouder wordt hoe hoger ze in de bergen komen. Ze stoppen op een mooie plek en ze trekken hun warme kleren aan. En als ze nog hoger komen, ziet Nijntje zelfs sneeuw liggen. Dat is raar, zegt Nijntje. Sneeuw in de zomer? Ja, Nijntje, zegt moeder Pluis. Hoe hoger je in de bergen komt, hoe kouder het wordt. En op sommige hele hoge bergen blijft de sneeuw liggen. Als ze op de top van de berg aankomen, ligt er overal sneeuw. Zullen we in de sneeuw gaan spelen, net zoals in de winter? Vraagt Nijntje. Ja, wat een goed idee, Nijntje, zegt vader Pluis. Nijntje en haar vader en moeder maken een sneeuwpop. En ze gooien sneeuwballen. Ze hebben veel plezier. Dan is het tijd om verder te gaan. En hoe lager ze komen, hoe warmer het weer wordt. Eindelijk komen ze bij een prachtig meer. Hier gaan we kamperen, zegt moeder Pluis. Kijk eens, Nijntje, wat daar in het water ligt. Nog een verrassing, roept Nijntje. Eerst de sneeuw en nu een boot. Ik vind het nu al een leuke vakantie. Moeder Pluis maakt de kampeerplek in orde. En Nijntje en vader gaan naar de boot. Ze klimmen in de boot en ze roeien een rondje op het meer. Als ze terugkomen, ziet Nijntje dat moeder Pluis een kampvuur heeft gemaakt en lekkere soep. Oh, dit wordt echt een fantastische vakantie, gilt Nijntje. Elk
Elke ochtend kijkt Nijntje naar buiten om te zien of de postbode er al aankomt. Ze hoopt dat ze ook een keer een brief of kaart krijgt. Moeder Pluis zegt: "Ga maar kijken of de post er al is, Nijntje." Nijntje loopt naar de voordeur. Ja hoor, er ligt post. Ze raapt de post op en legt alles op de keukentafel. Hier is de krant, zegt moeder Pluis. En ik heb een brief van tante Trein gekregen. En kijk, Nijntje, er zit ook een mooie kaart bij. Van Nina, voor jou. Oh, wat spannend, zegt Nijntje. Nina is op vakantie met haar ouders. Op de kaart zit een mooie postzegel. Kijk, moeder, Nina heeft op de kaart getekend. Ze heeft een zon getekend, zegt Nijntje. Dat betekent dat het daar mooi weer is. Naast de zon heeft ze golven getekend. Dat betekent dat ze bij de zee zijn. Kijk, er staat ook een gekleurde vis op. Ja, zegt Nijntjes moeder. Nina is een slim konijntje. Ze heeft ook een lach in de zon getekend. Dat betekent dat ze het naar hun zin hebben. En kijk, ze heeft zichzelf getekend, zodat je weet dat de kaart echt van Nina komt. Ik wil graag een kaart terugsturen aan Nina, met een tekening van mezelf erop, zegt Nijntje. Hier heb je een kaart, zegt Nijntjes moeder. Je kunt nog meer tekeningen erop maken. Waarom maak je geen mooie tekening van ons huis? Nijntje gaat naar buiten met de kaart en een potlood. En ze kijkt goed naar het huis. Ja, denkt ze. Ik ga ons huis precies natekenen. Dan wil Nijntje ook nog een bloem tekenen. Dus loopt ze de tuin in. Daar staat een mooie bloem. Ze kijkt goed naar de bloem. En dan tekent ze hem na op de kaart. Juist op dat moment gaat er een vlinder op de bloem zitten. Snel tekent Nijntje ook een vlinder. Dan gaat ze naar binnen om haar tekeningen af te maken. Ze maakt nog een mooie tekening van Nina en haar samen. Zo zie je dat Nina en ik vriendinnen zijn. Dan gaat ze de tekeningen inkleuren. Het huis krijgt een rood dak, rode luiken en een groen raam. De bloem wordt rood, met groene blaadjes en de vlinder wordt geel. De tekening van zichzelf laat ze wit en de tekening van Nina maakt ze bruin. Dat ziet er mooi uit. Dan plakt Nijntje een postzegel op haar kaart. En ze loopt naar de brievenbus. Ze stopt voorzichtig haar kaart in de bus. Als Nijntje terug naar huis loopt, denkt ze: de post is echt een goed idee. Zo weten je vriendjes dat je aan ze denkt, ook al zijn ze ver weg. En Nina is erg blij met haar kaart.